Ik herken het echt niet zo als onze buurt, hoor. Nee, het lijkt er totaal niet op. Bij ons is het allemaal heel erg dicht op elkaar. Wow, kijk hoe mooi. Oh, wauw. Oh, wauw. Wow. Oh, dit is echt heel mooi. Als je dit gewoon als huis hebt. Oh, dit is echt wel heel mooi. Kijk toch. Ah, jongens. Hartkloppingen heb ik ervan, gewoon. Oh, we gaan hier rechts. Oh, we gaan hier rechts. We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Oh, daar zit het hier. Misschien moeten we wel achterom. Ja, dat kan ook nog. Jongens, nou. Oh my god. Gaan parkeren. Oh. Oh. Oh, ik heb er zin in. Waar we echt terecht komen. Het ziet er wel cool uit. Oeh, het ruikt lekker. Het ruikt naar een spa. Naar een spa. Naar een spa. Oh, ja, het was prima. Oh, die tuin. Mag ik kijken? Mama, we kunnen gewoon zwemmen. Kijk hoe het is. Wel heel mooi, hè? Oh, kijk Tom. Oh, wow. Ik denk dat mijn plas gek weer los gaat doen. Ik ga niet meer weg. Ik ga niet meer weg. Ga jij niet meer weg? Nee. Serieus, als je dit kon... Stikst. Het is toch een droomhuis? Hoe mooi wil je het hebben? Dat iemand gewoon hier woont. Oh, wauw. Wow. Dit is groot. Wie kan dit nou weer als huis hebben? Ik vind het echt heel mooi. Mijn huis is net zo groot als... De woonkamer hier. 3, 2, 1. Laten we de koffers. Ik laat de koffers hier. Katten? Niet. Wat gezellig. Ik hoor ook een hond. Nou wel. Hallo. Hallo. Kom maar. Je hoeft niet bang te zijn. Oh, kijk het poesje. Een hond en een poes. Hallo, poes. Hier. Helaas ben ik kapot gegaan. Oh, dat kan gebeuren. Oh. Ai. Nou, dan moeten we dan maar even... Gaan we met de hand afwassen? Hoe gezellig is dat? Oh, is dat de vaatwasser? Ik denk het. Het enige wat je ziet is dat het behang hier en daar loslaat. En ja, dat... Een beetje achterstallig onderhoud. Ja. Maar ja, daar zijn gewoon geen centjes voor waarschijnlijk. Wow. Het is echt heel groot. Het is gewoon niet normaal. Wow. Maar dit is wel echt een badkamer. Ze hebben echt gewoon een heel luxe huis, hoor. Nog een slaapkamer. Ja, ik denk dat alle vriendinnen ook jaloers gaan zijn op mij. Ja, alle kinderen uit de klas zouden zeggen... Ja, echt mazzel, gek. Oh, wat een mooi... Nou, ik vind echte, het ja, een echte meidenkamer. Oh, dit is er. Oh, schattig. Oh, lief meisje. Ja. Leuk klein bedje. Maar ja, jij hebt natuurlijk een 2-persoons groot bed. Best wel in een grote kamer. Ja. Ik zie ook een blinde stok. Oh, mijn god. Het is een grote kruk, dus dan de papa of de mama. Maar dat zou ik wel heel erg heftig vinden. Dat zou ik echt ook heftig vinden. Ja. Dat zou ik heel erg vinden. Ja, hè? Ja. Dat is een hoop, hè? Ja. 100. 500. 700. 1000. 1400. Nog eens 100 is... 1500. Oef. Schrik je dan van? Je weet het wel, maar het is af en toe niet te beseffen, niet te bevatten dat het zo veel is, het verschil. Het is heel veel. Het is gewoon een heel maandbudget eigenlijk wat wij gebruiken voor de complete maand om te overleven, zeg maar. En dat wordt gewoon in een week gebruikt. Gaan tellen. Spannend. 10, 20, 40, 60, 80. 80 euro. 80 euro. Ja, voor alles, hè, jongens. Dat is pittig. Dat is onwijs pittig. Ja. Normaal gesproken geven wij 80 euro uit. Ik denk aan de bakker en de groenteman. Slager. Slager. En dan zijn we er al doorheen. Het is bizar, hoor. Ja. Dan kan je echt niet leuke dingen doen, meiden. Kan je geen cadeautjes kopen, echt zomaar. Geen cadeautjes kopen. Hier, ze kan niet eens snoepjes kopen, alleen als ze statiegeld haalt. Want ik denk dat ze gewoon niet eens
genoeg centjes hebben met boodschappen doen of snoepjes te kopen. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om hier volledig van te leven. Wat zou je willen doen? Dat weet ik niet. Het is hartstikke lekker om een keertje gewoon zonder na te denken, te kijken en te kiezen wat je wil. Ja. En te bestellen wat je wil. Dus we gaan er lekker van genieten. Dat is onze normale boodschappenprijs. Ja, daar hebben mama 2 dagen eten voor. Ja. Gewoon een keertje doen, hè? Ja. Ja, we gaan een keer gek doen. Dat mag ook. Ja. Hoi, graag. Hoi, dank je. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oh, lekker. Is deze van jou? Denk je? Wow. En nu nog een beetje mixen. Mm-hmm. Nou, dat ziet er toch lekker uit, Shirley? Kan je dit er zo af? Ja, dan haal je deze eraf. Die ging de verkeer. Oh, hopelijk heeft mama niks kapot. Dat zal je altijd zien. Dit kan ook echt weer alleen maar bij mij gebeuren, hè? Oh, Mike, doe dat nou niet. Nou, het is warm. Het is water. Nou, ik ben toch handiger dan ik dacht. Alleen, hij staat vol met water. Dus ik denk dat hij niet afpompt. En daar heb ik nou geen verstand van. Pas nou. Oh. Oh, wat doe je nou? Pannenkoek. Het houtje zit vast. Hoe ging het? Hij gaat weer lekker. Oh, je nieuwe schoenen. Maar, oh, fuck, je lekt heel erg. Nu we erachter zijn gekomen dat ik de vaatwasser niet kan maken, moeten we maar een monteur bellen, denk ik. Maar het leek al te makkelijk. Ik dacht al, het kan niet. Dacht, nee. Er is wel wat aan de hand. Ja. Het is wel een heel uitgebreid ontbijtje, vind je ook niet? Ja. Wat wil je als eerst? Donut. Een donut als ontbijt. Proost op het lekkere ontbijt. Ja. Oké. Okay. Zullen we beginnen met wat we echt nodig hebben? Dat is de toiletpapier en de kattenbrokken. Ja, dus die is goedkoper dan dit. 2,70. Nee, ik doe ook vaak de online boodschappen. Maar dan zeg ik eerlijk, ben ik zomaar €250 kwijt. En daar zit daar nog niet de bakker, de groenteman en de slager bij. Kijk, hier is het foldertje. Hier kunnen we even kijken. Alle varianten. Set van 2, 4 of 6. Dus dan moeten we de 6 nemen. Die lus je elke dag. Anders heb je maar 2 keer een toetje. Nee, die vind ik niet lekker. Maar hier zijn er maar 2 van. Ja, die kan niet. Het is echt verschrikkelijk. Het is gewoon zo opletten, zo nadenken, alles zoeken. Je bent 10 keer zo lang bezig dan normaal. Ja, maar één maaltijd tegelijk. Ik word nu al knettergek. Ik word helemaal hyper de piep in mijn hoofd. Ja, is goed. Deze dronk ik altijd als kindje. Dit vond ik de lekkerste appelsap ever. Nee. Bel gaat hem proberen. Ja, nee, Bel moet hem proberen. Ja, nou, vond ik best wel een beetje zielig om nee te zeggen van nee, we moeten echt een ander merkje nemen. Het is misschien net zo lekker, maar stak me wel een beetje, zeg ik eerlijk. Hij gaat goed, jongens. We zijn lekker bezig. 68 en 85. Mogen we nu nog een tasje, alsjeblieft? Natuurlijk. Nou, dat vind ik zonde. Ga jij tillen? Ja, het is gewoon niet relaxed. Supermarkt in. We hebben altijd de grootste lol in de supermarkt. Het gaat altijd heel relaxed. We pakken wat we nodig hebben. We pakken er nog wat leuke, lekkere dingen bij. En nu is het echt concentreren, kijken, zoeken. Ik ben gesloopt, echt. Nou, ga maar kijken. Stans. Mama vergeet steeds hoe het heet. Stans. Ja. En die mag ze van mij niet kopen, omdat ze in de groei is. En ik vind het normaal heel erg prijzig. Dus dat zij dat nu misschien wel kan doen, vind ik wel leuk. Maar het gaat wel tegen mijn gevoel in. Ze zijn wel echt heel erg leuk. Ja? Die wou ik al heel lang in. Heel graag, want iedereen in mijn klas die heeft dat ook. En daarom wou ik het ook heel graag hebben. Ik vind het heel erg leuk. Ja? Ja. Het is een 80 euro als je... Nee, dan gaat mijn week budgetten. Kijk, alsjeblieft, heel veel plezier ervan. Dank je wel. Hallo. Ik vind het heel moeilijk. Ik ben heel veel afgevallen, dus het is... Horen we vaak. Ja. Nee, dat gaat lukken. Oké. Okay. Ja, ik vind dat altijd zo lastig, hè? Leren uitzoeken. Ja? Ja. Oké, goed. Leuk, hè? Hij is super leuk. Ja. Oh ja.
Nou ja, ik vind mezelf nog steeds dik. Dat klinkt heel gek. Maar toch blijft dat in je hoofd hangen, want je bent natuurlijk altijd maat 54 geweest. Ja. Anders, ja. Anders. Dat ben je totaal niet gewend. Nee. Dat vind ik ook leuk. Oh, ja, ja, ja. Is toch fijn? Kijk, de achtergrond. Ik vind dat mama dat verdient, omdat ze meestal alleen maar aan mij denkt. Maar ze moet ook een keer aan mezelf denken. Nou, dat vind ik lief. Ja. Maar het breekt wel, hoor, als moeder zijnde, als je dochter dat zegt. Je moet ook een keer aan jezelf denken. Fijn de rest. Oh, ik durf het niet te horen. €235,70. Alsjeblieft. Dankjewel. Heel veel plezier ervan. Ja, dat gaat wel lukken. Ik heb gelezen dat we een halve avocado nodig hebben. Hebben jullie die? En die moeten we uitzetten. Ja, een huishouden met drie vrouwen ben je vaak proefkonijn. Ja. Af en toe gaan ze het maskertje bij mij proberen. Nou, de avocado smash voor op je gezicht is klaar. We hebben de komkommers. Ga maar zitten, liefies. Ga jij maar eerst zitten, ik smeer wel mee. Ga er vooral van genieten. Oh, Mike, dit is zo vies. Ah! Geef me een handdoek. Goed dat je het gevangen hebt, hè? Oh, tering. Nee, dit zit in mijn mascara. Nou wil ik voelen hoe jij het vindt voelen. Het zag er smerig uit, het voelde smerig, maar het was ook best wel lekker, toch? Ja. Nee. Ja. Het was wel een beetje hilarisch. Ah! Nou, jij bent echt een bloedhond. Godverdomme. Ja, jullie mogen pas lekker meekomen. Oh, dat is ook een keer wat anders. Lekker, hè? Heerlijk. En zet ik de massage dus gaan voor je aantreffen. Ja. Ik vind dat hartstikke leuk om te zien hoe ze haar haren doen en hoe ze zo lekker genieten van. Ja. Het voelt ook echt zo lekker nu. Echt een modelletje zo, hè? Mooi. Nou, ik ken mijzelf zo niet. Toen ik mezelf zo zag, moest ik inderdaad even een traantje laten. Want ja, weet je, je ziet jezelf niet iedere dag op deze manier. En hoe je haar nu zit en hoe de make-up is gedaan. Ja, ik doe meestal mascara op en een oogschaduwtje en that's it. Een lichte lippenstift en ik loop zo de deur uit. Maar dit was echt wel even, ja, anders. Het was gewoon echt even me-time. Oh, wauw. Ja, mooi. Ik voel me nu wel echt heel erg mooi. Maar je bent ook mooi. Je ziet er ook heel erg mooi uit, ook. Dit was echt een super ervaring. De mensen waren echt super lief. Ja, en kijk ons haar. En heb jij misschien statiegeldflessen voor ons? Ah, leuk. Dankjewel. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Wij gaan statieflessen ophalen. Dat klopt. Willen jullie binnenkomen? Ja, hartstikke lief. Hi. Shirley die gaat af en toe statieflessen halen, zodat ze centjes krijgt. Dus wij waren benieuwd of jullie flessen hadden voor ons. Heel veel. Nou, daar zijn we echt blij mee. Wow. Heb je die allemaal verzameld? Ja. Dank je wel. Oh, dat is leuk. Kijk dan hoeveel, meiden. Super bedankt voor je flessen. Doei. Doeg. Doei, doei. Nou, meiden. Ik vind het wel super leuk dat ze het doet. En ik begrijp het ook wel, want je wil ook wel snoepjes hebben. Slim, hè, Vander? Ik vind het wel slim. Ik vind het echt slim. Een kind van 10 dat bedenkt, gaat doen. Oh, kijk eens wat een grote tas. Wow. Hartstikke bedankt, hoor. Kijk dan. Flessen. Yes. Wow. Ja, ik denk dat we wel genoeg hebben. Het flessen ophalen ging heel soepel en het was superleuk om te doen. De laatste. €7,50. Kijk eens op het bordetje. Ik vind het wel goed dat mijn kinderen dat nu ervaren. Ja, dat ze het ook zien, wat het kost inderdaad. Want ik denk dat we ze daar misschien wel meer bewust over moeten maken. Bewust, hè? Goed naar de prijs kijken. Ja. Leerzaam. Ja, leerzaam. Zeker leerzaam. Doei. Hey, Belly. Yes. Ik denk, we hebben zoveel gehaald. Ik denk dat het er bijna niet in past. Nee, Peppa, schat. Hoe vind je het om ook weer terug te keren naar je eigen budget? Ja, ook wel. Ja. Jammer, denk ik. Ja.
Maar, want je weet ook wat je eraan hebt. Dan weet je wat je kan gebruiken en that's it. Yes. Daar word je ook creatief van. Ik denk niet dat ik hem dicht ga krijgen zo. Veel te veel shop dit keer. Oeh. Hij is zwaar, hè? Ja. Op naar huis. Mm-hmm. Jongens, tijd om naar huis te gaan. Hebben jullie zin om naar huis te gaan? Ja. Ja? Een beetje. Ja, ik vind het ook een beetje dubbel wel. Want we hebben het zo bijzonder gehad. Het is heerlijk om weer lekker naar huis te gaan. Lekker weer in de bubbels morgenochtend. En je eigen spulletjes. Maar we hebben ook wel veel geleerd. Ik denk dat ik echt wel op een andere manier voortaan boodschappen doe. Nou, ik sowieso. Ja. Het kan voor de helft. Het kan zo, het zo anders. Ja. En je kan het ook zo gezellig en fijn hebben met weinig. Daar heb je echt... Nou, dat hebben we ook wel gezien. We hebben het zo fijn gehad met weinig. En gewoon met samen zijn. Weet je toch? Nou, doei huis! Bye, bye! Doei huis! Dankjewel! Doei huis! Nou, toet er maar even. Doei! Hey! Hallo! Oeh, welkom thuis. Ja. Nou, daar zijn we weer. Oh jongens, wat een bijzondere week! Onvergetelijk! Ja, het was echt onvergetelijk, hè?